Blijkbaar willen jullie mij allemaal afzien gaan als een gieter, want op mijn laatste update video hebben jullie namelijk massaal gestemd op de serie Dundane en op de serie Road to Life Nuked Out. Nou, en daarom kan het natuurlijk niet anders dan jullie een Dundane serie te beginnen. Hé, hey, dat is de verkeerde. Ah, ja, dat is beter. Nou, en voor vandaag heb ik daarom een achteraf commentary op een Dundane comeback, omdat ik mijn hoofd erbij moest houden. Het is de bedoeling dat ik voortaan dat live ga doen, maar ja, voor nu was het even niet anders, dus hopelijk vind je het potje alsnog leuk. En dan zien jullie zo meteen. Tot zo! Welkom jullie met z'n allemaal. Ik ben Søren en vandaag heb ik weer een nieuwe Call of Duty Black Ops 3 video voor jullie. Vandaag heb ik weer eens een achteraf commentary omdat ik vergeten was te recorden, dus helaas. Het is vandaag een wat korter potje. Zoals je misschien in een van mijn vorige mededelingen al zag, wil ik wat kortere video's ook gaan maken. Ik wil natuurlijk ook wel met nog steeds mijn Kill Confirmed en wat langere potjes blijven maken, maar vandaag even wat kortere. Het is namelijk een potje Dundane. Het was een erg goede Dundane. De score was 20 tegen 120. Of tenminste, iemand stond er 120 punten voor. Oftewel 12 kills. En toen kwam ik erin. Toen had ik wel een hele mooie score gehaald die je aan het einde van de video natuurlijk zult zien. Ik kan er vast één ding verklappen, het is een aardige comeback. Zoals ik al zei, ik kon niet commentariseren. Omdat ik in vergeten was te recorden helaas. En dat was ook gewoon geen tijd meer voor. Maar ja, ik heb hier zit alweer onderhand op een VIP. Hier ga ik helaas op een of andere manier dood, want die gozer had een AK of een KN. Dus ja, dat vind ik wel een enorm mirakel. Maar ja, ik pak gewoon weer mijn streak op en ik ga hier lekker verder. Een VIP komt daar iemand verrassen. Hier heb ik gelukkig mijn Ferro die sterk is van zo'n afstandje, dus die kon mooi pakken, die gozer die er stond. Hier zag ik iemand op een minimap en draai ik me om. En kan ik door deze gozer makkelijk oppakken. Nou, dan vanaf hier blijf ik een beetje rond deze area, rond deze omgeving zitten. Ik ga hier even naar buiten even kijken, want ja, hebben we een mooi uitzicht. Nou, dan zie ik iemand, dan zie ik nog iemand, dan heb ik ook die pakken en dan zie ik nog iemand. En ook die kan ik gelukkig pakken. Dus dat is wel enorm fijn. Er komt ook nog achter me, nou ook dat lukt me nog. Dus het gaat nu hartstikke goed hier, het zit een aardige streak. Nou, hier weer even uit het raampje kijken, kan ik weer iemand zien. Ook die komt weer, dan terugkijken of even naar de andere kant van de map kijken, dat is hier zo. Ook die zie ik op een minimap en kan ook makkelijk oppakken. Dan komt de sniper. De sniper is niet mijn beste wapen. Ik dacht, hier zit een mooi plekje, een goed uitzicht. Helaas, ik hoorde hem wel, maar ik kon helaas niet meer reageren. Daar ben ik sowieso dood. Hier ook te laat. Hier had een hitmarker. Dat zie je misschien niet, maar die had wel. Daarna zijn er heel veel loze schoten. Zoals ik al zei, ik ben niet de beste sniper. Helemaal niet zelfs. Dus dit zijn wel echt een paar misschoten. Die was wel mooi, moet ik zeggen, vond ik. Dan heb ik hier mijn volgende sniper. Dat is de SVG volgens mij, ik weet niet zeker. Die is gigantisch mis. Dan hoop ik nog dat ik terugkom, maar dat was niet zo. Ook deze is mis. En dan die wordt gelukkig wel. Nou, dan ben ik gelukkig van die snipers af en dan ik naar de volgende. En dat is de bazooka, om het zo maar even heel simpel te zeggen. Nou, even een beetje rondlopen. Waar is iedereen? Waar is iedereen? Ik dacht dat iemand daar op dat randje zat, maar dat was niet zo. Nou, gelukkig zie je dat is nog een simpel slachtoffertje. Nou, dan zitten we weer op de ene laatste en dat is natuurlijk de knife. Hier komt de gozer aan die achter me stond, de nummer 2 dan. En ja, met alle toeval staat hier nog iemand en die kon er ook mooi oppakken. Dus uiteindelijk op de eerste plek gelukkig. Dus ja, echt geweldig. Dat was een hele mooie comeback, zou ik zeggen het zelf. De eerste stond in het begin 120 punten voor, dus ja, vond ik toch zeker geen slechte gameplay. Dus ja, vond je dit ook geen slechte gameplay? Laat dan zeker een like achter als je de video leuk vond, wordt namelijk enorm gewaardeerd. En abonneer op mijn kanaal als je nog meer van dit soort video's ziet. En dan zie ik jullie heel graag in mijn volgende video. Bedankt voor het kijken. There ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are.